Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie nog eens een shoplog. Ik ben vandaag naar de Action geweest en heb wat knutselmateriaal meegebracht. Ik ga hier eerst wat plaats maken. Zo. Eerst en vooral heb ik natuurlijk lijm meegebracht, meer bepaald de tacky glue. En deze kost 99 cent per stuk. Ik heb ook nog wat lijmstiften mee. En die waren 1,99 voor 3. Ik heb ook penselen meegebracht. Dit zijn vrij dikke penselen. 5 stuks. En die kosten 1,84 euro. Dan heb ik ook kleinere penselen meegebracht. Want ja, ik ben iemand, ik vergeet redelijk vaak, en dat is echt wel erg, hè, redelijk vaak vergeet ik van mijn penselen uit te wassen, waardoor dat ze dan hard worden en dat ik ze dan vaak moet weggooien. Gelukkig, bij Action is dat niet al te duur en deze waren 1,99 euro. Voor 10. Ik heb deze hobbyboxjes meegebracht. Die vond ik wel leuk. Daar zitten 4 stuks in. En die kosten 1,49 euro. En ik zal die een keer snel openmaken. Voilà. Dat is snel, hè. En dat zijn er dus 4 en die passen heel goed op elkaar en die gaan dus met zo'n klik open. En deze wil ik dan gebruiken voor mijn kleine afbeeldingsjes in te steken. Mijn stempelafdrukjes en zo die ik gemaakt heb. Zoals bijvoorbeeld deze. Mijn fake postzegeltjes. En onlangs heb ik dit gemaakt. Deze tickets. Is ook wel leuk om te gebruiken. Zie je, die kan je dan zo afscheuren. En die kan ik hier dan ook in steken. Zo. Deze hebben nog een kleurtje nodig. En dat kan zo in deze doosjes. Die dan makkelijk te stapelen zijn. Ik heb ook dit apparaatje meegebracht. Het is een heat actief pen. En het is om foil aan te brengen. En dat is geschikt voor papier, hout en leder. Kost 2,99 euro. En ik heb hier dan nog een rolletje foil meegebracht voor 99 cent. En daar zit 3 meter op. 15 centimeter op 3 meter. Dit schetsboek heb ik mee. Eén kant van het papier is om alcoholmarkers op te gebruiken. En aan de andere kant is voor de aquamarkers. Dus daar zitten 2 verschillende soorten papier in. Dit is wat groffer en dit is wat gladder papier. En dit kost 1,69 euro. Ik heb hier ook deze blok met, die kent iedereen wel, 3 kleuren papier. Gebruik ik heel vaak. 1,89 euro.
En ik heb dan ook nog een blok aquarelpapier mee. Er zitten 20 vellen in A4 formaat van 300 gram. En deze kost 1,74 euro. Ik heb deze ook in het zwart meegebracht. En deze kost 1,84 euro. Dus die is 10 cent duurder dan het witte papier. Ik ben namelijk van plan van in de toekomst te beginnen aan een art journal. En ik wil dat dus doen op losse papieren. En dan plooi ik die dubbel. En zo kan ik dan die ook weer samenbinden en naaien in het midden. Zodat ik daar dus een journal kan van maken. Een art journal dus. Maar ik ga vooral op losse papieren werken. Zodat ik die nadien kan samenbundelen. Ik heb ook deze doos aquarelverf meegebracht. Ik zal die eens eventjes openmaken. Ah ja, die was 2,99 euro. Het is een blik en er zitten 36 kleurtjes in. Aquarelverf. Wauw, er zit ook een waterpenseel in. Een fijn penseeltje. En een potlood. En vele mooie kleurtjes. Die ga ik binnenkort ook eens uitproberen en uittesten in mijn art journal. Echt mooie kleurtjes. 36 verschillende kleuren in een blik. En wat had ik gezegd voor 2,99 euro. Het is wel wat stoffig. Amai. Ook zag ik dit setje. Oh, ik ben echt zot op verf en kleurpotloden en toestanden. Echt, ik heb al redelijk wat acrylverf vliegen hoor, maar ik kan het gewoon niet laten. Het is soms erg. Een heel mooi setje acrylverf. Pastelkleurtjes. Wat donkerdere kleuren. En deze set was 4,55 euro. En dan heb ik ook deze meegebracht. Jullie zullen ze al wel zien passeren hebben. Hè? Dit zijn watercoloring setjes. Twee verschillende. Met verschillende kleurtjes. En die kosten 1,99 euro per stuk. En er zit een potlood in. Een waterbrush. Een fijn zwart een fijne zwarte stift, sorry. En een gom. En een instructieboekje. Nu wil ik wel eens zien wat er in dat instructieboekje staat. Ik zal dit eens even openmaken. Ah,
er zit een blending palet in. Hier kan je dus kleuren op mengen. Dus in plaats van een acrylblokje of zo te gebruiken, kan je dat dan hierop doen. Dat is een heel glad papiertje. Maar zo goed kan ik niet tekenen hoor. Nu wil ik wel eens eventjes zien of dat dit goed gaat. Zo. Ik ga snel wat water in mijn penseeltje doen. Zo, ik heb wat water genomen en dit. Deze ga ik er eventjes uithalen. Dit leggen we aan de kant. Zo. En ik zal deze ook maar openmaken. Hè. Wel heel mooi getekend, hè? Zo, ik zal dat eens uitproberen in mijn schetsboek. Ik ga het er wel uitscheuren. Zo. Zo, en dan zal ik het nu eens uitproberen. Ja, ik zit hier aan een ander tafeltje en deze wiebelt een beetje. Dus ik ga er toch tegen de volgende keer. En daar gaat mijn gsm ook nog iets moeten opvinden. Ik vind nu wel dat er heel weinig kleurtjes in zitten om te mengen. Er zijn zo 1, 2, 3 tinten lichtblauw en 2 rozige tinten. Hadden ze beter wat andere kleurtjes bijgestoken. Ik zeg het, ik ben niet zo goed in tekenen en in kleuren. Zal ik een beetje moeten oefenen, hè? De kleuren blenden wel heel mooi in elkaar.
ik ben best wel tevreden over de kwaliteit. De kleurtjes blenden heel mooi in elkaar. Ook eens kijken als ik mijn water op spray. Het geeft ook een heel mooi resultaat. Daar ga ik weer heel leuke achtergrondjes mee kunnen maken. Ik ga nog eens even wat anders uitproberen. Weer een stukje afknippen. Al die kleurtjes zo op papier zetten. Het is wel mooi felrozig, hè? De meeste hebben zo een hele mooie spitsige punt. Die lijken een beetje op elkaar. En die, welke was het al ik had? Die groene, deze. Die heeft geen fijne punt, zie je. Ik zal die eens naast elkaar houden. Kijk. Met die punt is er wel iets niet oké, zo? Nee. Dit zijn al de kleurtjes die er zijn. Zo, ik heb hier nu vooral de groen-blauwe tinten uitgetest. Ik denk wel dat ik hier weer heel leuke dingen ga mee kunnen maken. Ik ben best wel heel tevreden over deze watermarkers. Ik moet zeggen, de dopjes zitten heel goed vast. En dan hier heb je dus, zoals ik al zei, een penseelpunt en aan de andere kant een fijnere punt waar je fijnere lijnen mee kan trekken.
Ik kijk er al naar uit om te beginnen aan mijn art journal. Ik heb het nog nooit gedaan, dus het is voor mij ook wel spannend. Zo, dit was dus mijn shoplog. Ik heb vrij veel gekocht, moet ik zeggen. Maar heel veel dingen die ik in de toekomst weer kan uitproberen en aan jullie kan laten zien. Bedankt om te kijken en tot volgende week. Dag!